Hallo, welkom bij nog een filmpje over geschiedenis. Het gaat deze keer over hoofdstuk 8 van Memoria 2. Dus als je erbij hebt, neem je er ook gewoon bij. Hoofdstuk 8 gaat over de economie in het Romeinse Grote Rijk. Dus eigenlijk van al die domeinen van de samenleving, die vier, ga je deze keer over een stukje economie. Want hoofdstuk 7 was politiek, was een zware klepper, waar ik ook een schemaatje heb gemaakt. En dit is dus eigenlijk bedoeld om het allemaal iets simpeler te maken voor jullie. Hè. Jullie merken ook dat ik vandaag een pet op mijn hoofd heb. Dat is niet omdat ik probeer om een cool kid te zijn, maar ik heb geprobeerd om mijn eigen haar te knippen met een tondeus in deze lockdown-tijden. En ja, dat was niet echt een succes. Dus daarmee dat ik vandaag wijselijk een pet ga opzetten. Wat dat je nodig hebt vandaag. Voor deze samenvattingsles is een blad papier. Eentje zou moeten volstaan, dus A4, zo voor een achterkant. En een pen met verschillende kleurtjes. En dan gaan we er wel aan beginnen. Goed, nu zoals ik echt gaat over leven en werk in het Grootrijk. We zitten in de periode van 400 voor Christus tot 200 na Christus. Dus eigenlijk al belangrijk om een paar dingen in deze titel te herkennen. Ten eerste dat er wordt gesproken van een Grootrijk. Een Grootrijk wil eigenlijk al zeggen dat Rome een belangrijke speler is in het Middellandse zeegebied en eigenlijk ja, hetgeen dat wij het vandaag Europa noemen. Heel het gebied daar rond. Ook een stukje Noord-Afrika natuurlijk. Dus weet je dat Grootrijk is die eindfase. Want in het begin was Rome nog maar een stadstaat. Hè? En een stadstaat was eigenlijk een gebiedje met eigen wetten, eigen regels, eigenlijk niet zo heel groot is. Maar door de veroveringen werd dat dus een grootrijk. En dat grootrijkje was er dus al vanaf die 400 voor Christus. Het is ook belangrijk om te weten welke bestuursvormen het ongeveer zijn. Je hebt de stadstaat, dat was tijdens het koninkrijk. En ook een stukje tijdens de republiek. Maar vanaf dat er een grootrijk is, zitten we eigenlijk echt wel vooral, ik zal die vooruit schrijven, bij de Republiek en in 200 na Christus zitten wij ook al bij het keizerrijk. Dus eigenlijk toch wel verschillende bestuursvormen. Het Grootrijk was natuurlijk ook in 200 na Christus nog. Hè. En dus eigenlijk het hoofdstukje ziet er een beetje zo uit. Hè. Dus leven en werken in het Grootrijk, de economie van het oude Rome. Dus het is domein economisch. Memoria kiest. En dat vind ik altijd mega goed voor onderzoeksvragen. Hoofdstuk 8 heeft er drie. Dus ik ga deze drie onderzoeksvragen ook hernemen om de uitleg zo doelgericht mogelijk te kunnen doen. Je hebt ten eerste de vraag: wat is de rol van de verovering geweest? Dat is onderzoeksvraagje 1, rol van de veroveringen. En daarvoor zou ik graag al vertrekken van het karakter dat die Romeinse samenleving op economisch vlak had. Want de Romeinse samenleving, dat was een landbouwsamenleving. Dus eigenlijk een samenleving waarvan de meest economische inkomsten komen van de landbouw en die eigenlijk nog heel veel dingen zelf produceert. Dat zorgt dus voor dat er heel veel appreciatie is voor landbouw zelf. En degenen die aan landbouw doen, of deden, waren boeren. En dat waren groot grondbezitters. Dus eigenlijk degenen die meer gronden hadden, en de boeren zijn plebeiers, die hebben weinig gronden. Dus je weet nog van vorige hoofdstukken, plebeier, patricier, heel vaak. En voor degenen die werken met memoria, die weten dat dit gaat over opdrachtje 1. Ik moet eigenlijk zeggen, die landbouwsamenleving, dat is de basis. En als ik spreek over opdracht 1, heb ik het hier over. Je hebt allemaal van die tekstjes die daar uitleg over geven. Je hebt hier ook een stellingenoefening. Ik vat die hier een klein beetje, of een heel groot stuk korter samen. En eigenlijk, helemaal in het begin had je voor Rome heel veel economische zoektocht. Dus eigenlijk op zoek gaan naar identiteit voor een deel en dat vond ze dus in die landbouwsamenleving. En ze slagen erin om een stabiele economie te hebben.
En een stabiele economie is van levensbelang als je ook maar al een klein beetje aan gebiedsuitbreiding, dus aan veroveringen zou denken. Als je geen stabiele economie hebt, dan kan je niet gaan veroveren. Dan heb je niet de essentiële voedingsmiddelen, de essentiële economische middelen om een oorlog te betalen. Dus vanaf die stabiele economie er was, kon het Rijk groeien. Dus kan je het aan gebiedsuitbreiding doen. Dat deed dus eigenlijk gewoon, ja, die veroveringen. Hè. Door die veroveringen krijg je dus een grote rijk. En een grote rijk houdt in dat je meer inwoners hebt in je rijk. En dat er natuurlijk ook meer handel is. Want ja, je hebt een grote rijk, je hebt meer handelsnederzettingen en zo. En dat zorgt ervoor dat die meer inwoners van je rijk willen gaan naar de belangrijkste stad van je rijk. En want het Romeinse Rijk is natuurlijk Rome. Dus Rome werd een metropool. En een metropool, dat wil zeggen dat dat een smeltpunt is, een punt waar iedereen samenkomt, waar heel veel handel is, heel veel uitwisseling van ideeën. Dat is echt ja, het krachtcentrum van het Romeinse Rijk, waar iedereen naartoe komt. Met iedereen bedoel ik mensen die aan handel doen, maar bedoel ik ook werkloze boeren die door de veroveringen hun gronden waren kwijtgeraakt. Dat weet je normaal nog wel na de Punische Oorlogen, dat de grootgrondbezitters goedkoop de grond van de arme boeren konden overkopen, waardoor die arme boeren werkloos waren en die gingen naar de stad. Dus eigenlijk de stad Rome, kreeg ja, een heel belangrijke plaats in dat gebeurde. Dat zie je ook als je kijkt naar de bevolkingscijfers, zie je hier op de grafiek, dus helemaal in het begin, in 305 voor Christus, waren er ja, niet zo heel veel mensen in Rome, het viel eigenlijk best wel mee. Ik schat dat aan 20.000 inwoners is in de stad. Maar dat groeit gestaag. Hè. Als je dan kijkt naar de eeuw, ja, de wisseling van voor en na Christus, zitten we ongeveer hier. Zitten we aan 1 miljoen inwoners. En dan verder blijft dat klimmen tot een piek. En het is pas dat daalt pas terug wanneer er een val is van het Romeinse Rijk. Ongeveer dus hier, als je helemaal terug naar beneden gaat. Dus een stabiele economie zorgt voor een groei van je stad. En omdat je meer mensen hebt in je stad, is er een gevolg. En een gevolg is dat je een nood hebt aan meer voedsel. En bij dat voedsel denken we vooral aan graan. Dat hebben we ook in het eerste jaar gezien. De vruchtbare cycle ontstaan van de landbouw wordt vaak gekozen voor graan, want dat kan je, als dat niet bewerkt is, 10 jaar lang bewaren, dus je kan voedselvoorraden aanleggen. En dat is ook heel gemakkelijk om te delen. En eigenlijk heel dit verhaal moet je een klein beetje doen denken aan dingen die we al hebben gezien dit schooljaar. Dus dat eigenlijk alles goed gaat met de landbouw. Dat je meer en meer mensen hebt. Dus dat je op zoek moet gaan naar extra grondstoffen. En ook door handel die je gaat importeren. En dan denken we natuurlijk aan de Griekse migratie die wij vroeger hebben gezien toen Griekenland van een gesloten naar een open polis ging. Hè? Dat die ook op zoek ging naar gebieden, Middellandse zeegebied, om aan handel te doen en dat er eigenlijk allemaal kolonies werden gesticht. En eigenlijk Rome sticht niet echt kolonies, maar ging veroveren. En dat is het klein verschilletje. Griekenland had kolonies en die daar handel mee over zee. Rome gaat die gebieden gewoon veroveren en overnemen. En heel dit stukje hoort eigenlijk dus onder, als je in je werkboek gaat kijken, onder opdrachtje 2. Dat zie je hier. Opdrachtje 2. Zoek uit wat er in de Romeinse economie veranderde door de veroveringen. Opdrachtje 1 stond dus hier. Hè. En daarmee is dan ook de eerste vraag beantwoord. Dus de rol van de veroveringen. Die rol van de veroveringen geeft eigenlijk gewoon nood aan meer voedsel. Heeft ook een verschuiving op sociaal vlak, met dat die arme boeren hun gronden verliezen en die rijken
extra grond gaan bijhalen. En dan natuurlijk ja, nood hebt aan meer graanimport. Komen we al aan onderzoeksvraagje 2. Dus je weet dat ze meer dingen nodig hebben. Maar ja, hoe deden ze dat? Hoe was de organisatie van de handel? Je hebt voor de organisatie van de handel, dus als je in je werkboek meegaat, heb je hier eerst bruine bladzijden, die sla ik over, want dat is extra. Dan heb je dus twee organisaties van de handel. Je hebt producten die van over het hele Romeinse Rijk naar Rome kwamen. Maar er is ook een verschil in soort producten. Zie ook hier in het groen. Je hebt de basisproducten en je hebt luxe producten. Dus dat nemen we natuurlijk ook gewoon over. Je hebt basisproducten en luxe producten. En die kwamen van heel het Rijk. Je zegt, van overal kwamen die toegestroomd. En dat zorgt ervoor dat die toekomen, dat je eigenlijk een heel groot stuk import hebt. Dus dingen dat je importeert, dat je binnenhaalt. En zelfs zoveel dat de import groter is dan de export. Dus de Romeinen gaan meer dingen binnenhalen dan dat zij naar buiten hun rijk gaan verkopen. En dat geeft dus dat wij Rome vooral zien als consument. Dus als iemand die consumeert, die dingen gebruikt, die dingen opdoet eigenlijk. Hè. En is natuurlijk dan ook niet zozeer een producent. Rome produceert eigenlijk redelijk weinig. Oké, wel wat graan en zo, olijven, bepaalde ja, wijn, al die dingen en zo wel. Maar ze gaan ook heel veel dingen consumeren doordat ze dat gaan importeren. Belangrijke begripjes. En dat houdt dus eigenlijk ook in, als dat uit veroverde gebieden komt, dan kun je zelf zo wat ja, inspelen op de kostprijs van die zaken. En ze gaan vaak aan uitbuiting doen. Dus gebieden die worden veroverd, die moeten vaak hun goederen, hun grondstof, hun producten goedkoop aan de Romeinen verkopen. En ook dat hebben we al gezien, want dat hoort onder het stukje Divide et Impera, waarover ook een filmpje op dit kanaal staat. Dus Divide et Impera wil zeggen verdeel en heers. Dus hij dat je rechten verdeelt, dus de ene volk krijgt veel recht, andere weinig, zodat je over iedereen kunt heersen. Dat er eigenlijk weinig kans is op opstanden, want degenen ja, die veel recht hebben, die komen natuurlijk niet in opstand, want die willen hun rechten niet kwijtspelen, ook al is dat onderworpen volk. En een van die rechten is bijvoorbeeld ja, het recht op handel voeren en zo. Dus vandaar die Divide et Impera is ook hier van toepassing. En door die import hoeveel je importeert, veel wordt gehandeld, is er nood aan veel transport. En eigenlijk, ja, je ziet daar heel vaak dezelfde woordjes. Hè? Import, export, transport, nog een keer import. Dat is eigenlijk ja, redelijk logisch, want dat komt van andere talen. Export, dat is dan weer Engels. Ook Frans zit daar wel wat in, want het werkwoordje porter, van het Frans, hè, dragen, heeft daarmee te maken met dingen dat je naar binnen draagt, naar buiten draagt, dat je ergens, strands weg, ergens naartoe plaatst. Denk ook maar aan het Engels, een airport, dus dingen dat je over de lucht verplaatst en dat komt daarvan. Dus mensen die Latijn doen, die kunnen dat makkelijk onthouden, im, ergens binnen, ex, exit, ergens uit, trans, ergens naartoe. Hè? Bon, genoeg taal. Voor die import hadden ze verschillende mogelijkheden om dingen te gaan vervoeren. Je hebt een drager, je hebt een lastier. Je hebt een ezelskar. Een ossenkar.
in een schip. En dat zijn eigenlijk de dingen die het vaakst werden gebruikt. We gaan even kort overlopen wat voor de voor- en nadelen zijn van die verschillende zaken. Een drager. Als voordeel heeft hij dat je die overal kan gebruiken. En die is ook best wel goedkoop. Een nadeel van een drager, iemand die gewoon dingen draagt, is uw laadvermogen, dus hetgeen dat ik kan meedragen. Ik kort dat af, want ik ga dat woordje nog vaak gebruiken. En dat is ook best wel traag. Dat kan ongeveer 30 km per dag doen. Voor degene die meekijkt in een cursus, dat staat hier, met dat schemaatje. Ja? Een lastdier heeft ongeveer dezelfde voor- en nadelen. Een voordeel is dat een lastdier, dus gewoon ja, een dier waar je bepakking op plakt, liefst niet plakken, dan krijg je het niet meer af. Door binden is een tactischer plan. Dat je dat overal kunt gebruiken, heeft ook een redelijk groot laadvermogen. Maar voor hetgeen dat dat kan vervoeren, is dat best wel duur. En is dat best wel traag. Want de lastdier moet eten geven en ja, dat kost dus ook geld. Hè? Een ezelskar heeft een groot voordeel van laadvermogen. Dat kan best wel wat vervoeren. Maar een ezelskar heeft wegen nodig. Goede wegen, anders gaat die kar kapot of gaat het heel traag. En eigenlijk in het algemeen is dat ook niet de snelste oplossing ter wereld. Ook die kan maar... Je ligt een wimper van mij, stoort mij. Ook die kan maar 30 km per dag doen, gemiddeld. Hè? Een ossenkar heeft dan een nog beter laadvermogen, dan met twee lijntjes. Maar een ossenkar is zo zwaar dat hij heerbanen nodig heeft. En heerbanen zijn eigenlijk van die geplaveide wegen, van die kasseibanen. Want vandaag de dag is alles in hier asfalt, dat was vroeger natuurlijk niet. Zo van die asfaltbanen, waar je makkelijk op kon verplaatsen. Maar toen, ja, de Romeinen die hebben wel een systeem van snelwegen uitgevonden door heerbanen aan te leggen, dus van die kasseibanen. En een ossenkar had dat nodig. Een schip heeft een gigantisch laadvermogen, is heel snel, is echt cheap, maar dat heeft natuurlijk ja, water nodig. Je kunt een schip niet op een baan laten varen. Dat gaat niet goed komen. Dus alles heeft zowel zijn voor- en zijn nadelen voor een stukje. Dus ik ga jullie een paar situaties geven wat je nu eigenlijk wanneer wil doen. En dan hangt eigenlijk dus vanaf van ja, wat wil je doen? Wat is je plan? Plan 1 kan zijn dat je snel iets kleins wilt vervoeren. Als dat je plan is, gewoon snel even iets klein naar een buur of naar iemand verder in de stad of zo gaan brengen, dan werkt het best met een drager. Ja, dus een drager dat je gewoon zegt van hier man, pak het even snel mee en doe dat even weg. Hè. Dan is een drager je beste keuze. Optie 2. Je wilt iets klein, of toch iets niet gigantisch, naar een naburige stad brengen. Dan werk je best met de lastdier. Dus als je gewoon een klein beetje verder wilt gaan, misschien ook een klein beetje meer wilt meepakken, dan kun je best een lastdier meepakken, want die heeft ja, een beter uithoudingsvermogen, kan meer meedragen. Het kost wel iets om dat dier te voeden, maar dat haal je er wel uit, omdat je ja, toch wel een klein afstandje moet overbruggen. Hè? 3. Optie 3. Je bent een kleine handelaar. En je trekt eigenlijk van stad naar stad, of van je boerderij naar altijd dezelfde stad, om je goederen te gaan verkopen. Dan kan je best een ezelskar nemen. Dus zo'n kar waar je een ezel voor zet en een ezel trekt de kar. Dan kan je meer mee verplaatsen. Optie 4. Je bent een grote handelaar. En je kan dus gebruik maken
van heerbanen die heel vaak van stad naar stad lopen, de heerbanen, een heel wegennet. De huidige wegen komen altijd overeen, de snelwegen, met de oude Romeinse heerbanen, dus dan zien we altijd belang. Dan kan je het best gaan voor een ossenkar, want die heeft een gigantisch laadvermogen en als grote handelaar heb je dat nodig. Als kleine handelaar ga je ook nooit ver reizen, hè, want dan haal je er als winst, als economische winst, nooit terug uit. Optie 5, dat is eigenlijk als je ver wilt gaan en veel wilt meenemen, of als jij connecties of zo hebt, dan kies jij voor een schip. En eigenlijk zou ik altijd, als je keuze hebt, voor een schip gaan. Je moet niet per se een schip voor jezelf alleen doen. Je kan ook gewoon met iemand belen en met meerdere handelaars of zo op één schip kruipen. Kan allemaal. Maar een schip is in mijn hoofd altijd het beste. En deze 5 zaken komt dus overeen met je 5 vervoersmiddelen. Maar echt een situatie. En eigenlijk, ja, je kan daar nog een apart onderscheid in maken. Je kan zeggen dat je drager eerder voor privé dingen is. Uw lastdier ook voor privéverplaatsingen. En dat de ezelskar, ossenkar en de schip vooral gebruikt worden door handelaars. Dus mensen die echt voor hun beroep dingen moeten verplaatsen. Je kan daar ook nog een onderscheid in maken. Want eigenlijk die eerste 4... vervoeren vooral basisproducten, dus dingen die essentieel zijn, zoals graan en zo, dingen die echt noodzakelijk zijn, olijfolie eigenlijk ook wel. En een schip was vooral voor de toevoer van luxe producten uit de verre oorden. En daar was ook heel belangrijk om macht te hebben over het Middellandse zeegebied, en daarmee de Romeinen ook heel dat gebied in handen wouden hebben, en daarmee hun, weet je nog, Mare Nostrum te krijgen. Maar dat keigoed is voor de handel en dan kan je al die exotische producten via schepen binnenhalen. Die stof uit het oosten en zo, die kwamen niet met karren en al. Hè. Dat is allemaal veel te traag, veel te veel kans op overvallen onderweg en zo. Dat was vaak via schepen. Dus schepen, als je die kans hebt, ga altijd voor een schip. Dus dat is dan onderzoeksvraag 2, dat je hier ziet. Hè. Komen aan onderzoeksvraag 3, een hele korte. Dat is ook de laatste. En dat gaat over de rol van slaven. Dus slaven is iets dat je waarschijnlijk al van hebt gehoord in het Romeinse Rijk. En dat kwam omdat er heel veel veroveringen waren. En door die veroveringen heb je veel onderworpen volkeren. En die worden vaak slaven. En slaven, dat kan je eigenlijk zien, of dat zagen de Romeinen ook, als goedkope werkkrachten. En als werkkracht, zie je ook hier in schema, kan je die indelen in soorten slaaf. Je hebt ten eerste, heb je slaven in staats diensten, eigenlijk slaven die openbare werken en zo doen, die dat werken voor het Romeinse Rijk. Hè? Je hebt ten tweede slaven in privédienst en die vooral meehelpen in bijvoorbeeld de landbouw. Dat zijn ook die slaven die nemen de job af van die arme boeren. Dat we al hebben gezien in verschillende lessen. Dat zijn dan weer slaven, dus in privédienst. Hè. En ten derde heb je ook slaven die ondersteunen in het luxe leven die sommige patriciërs hadden. Dat zijn dan natuurlijk, ja, de comfortslaven. Ik zal misschien nog een keer bijschrijven. Dus in staatsdienst, dat spreekt voor zich. Je hebt slaven die meewerken in de landbouw, dat heet een profijtslaaf, want die maken hun meester rijker. En je hebt degene die ondersteunen in een luxe leven, dat is een comfortslaaf, want die probeert om het leven van zijn meester zo leuk mogelijk te maken. Dus hier heeft een meester geen winst uit, hier wel. Hier heeft hij enkel kosten aan, maar kan die wel heel veel pleziertjes van alle aard uithalen. Hè? En heel veel slaven die kon je aankopen
op slavenmarkten. Bijna iedere zelfrespecterende stad had een slavenmarkt waarop je slaven kon kopen en dat was eigenlijk niet alleen iets voor de rijken. Je kan dat vergelijken met een auto. Ongeveer iedere volwassene vandaag de dag in België heeft een auto, maar je hebt ook daar het onderscheid tussen een oude brakke auto of zo de nieuwste Ferrari of zo. Dat had je ook in slaven. Je had de goedkope slechte slaven en je had de heel dure slaven, zoals Griekse slaven die als onderwijzer konden dienst doen bij de rijkere families. Of gladiatoren waren ook niet altijd heel goedkoop, maar die al getraind waren. En bijvoorbeeld uit Gallen of zo kwamen goede strijders. Je had daar een onderscheid in, maar die waren wel nogal alomtegenwoordig. En door dat gebeuren had je ook een slaveconomie, een belangrijk woord, en houdt eigenlijk in dat zonder slaven zou de Romeinse economie instorten. Als die slaven uit heel dat systeem haalt en plots zegt we schaffen slavernij af, zou het Romeinse Rijk gewoon in elkaar zijn gestort. Want die slaven die deden op een bepaald moment bijna al het belangrijke werk, waren een heel belangrijke werkkracht voor het bouwen van bouwwerken of voor het produceren van voedsel in de landbouw en zo. En een voorbeeld daarvan hebben we gezien bij Spartacus. Spartacus was een gladiator, die kwam in opstand, maar die nam heel veel gewone slaven ook mee in die opstand. Waardoor het Romeinse Rijk eigenlijk echt op een heel fijn koortje moest dansen. Het heel moeilijk had. Omdat Spartacus eigenlijk andere slaven inspireerde om het werk ook neer te leggen. Dus daar kan je dus eigenlijk ook afsluiten van hoofdstuk 8. Dus hoofdstuk 8 gaat over leven en werk in het Grootrijk. Grootrijk is dus tijdens de Republiek en het Keizerrijk. Want door die veroveringen kwamen er meer mensen in het Romeinse Rijk, geeft nood aan meer voedsel, waardoor Rome een metropool wordt waar heel veel handel is. Het voedsel is vooral het graan en daardoor moeten ze hun handel op een bepaalde manier organiseren. Ze werken met luxe producten en basisproducten. Die basisproducten kwamen vooral via dragers, lastdieren, ezelskarren en ossenkarren binnen. De luxe producten vooral via schepen. En Rome was vooral een consument, geen producent, waardoor die ook aan uitbuiting deden in veroverde gebieden, dus niet altijd de juiste prijs betalen. Het is niet alleen op vlak van producten, maar ook op vlak van werkkrachten, want ze buiten ook mensen uit in slavernij, ook dankzij de veroveringen uit onderworpen gebieden. En vandaar kon eigenlijk het Romeinse Rijk een hele, voor zichzelf toch, voorbarige economie opstellen. Voilà, dat was dus het schemaatje. Goed, merci om te kijken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik ga ook nog proberen om aparte lesvideo's te maken, hoofdstuk 8, zoals ik dat ook van 7 heb gedaan, met zo PowerPoint en zo, niet gewoon ik die praat en met een Hello Kitty pennetje die een opschrijf. Dat gaat waarschijnlijk voor komende week of zo zijn. Ik ga proberen daar zo snel mogelijk werk van te maken. Als je nog vragen hebt, stuurt zeker een berichtje of zet het desnoods in de comments dat ik daarop reageer. Heel veel succes, hè. Ik ga proberen om naar de winkel te gaan om nieuwe goederen te kopen, want mijn wijn is op. Dus tot de volgende keer, hè. Ciao!